Hallo allemaal, mijn naam is Dennis. De video die jullie nu zien is een upgrade van een video die ik een tijd geleden heb gemaakt. Ik heb het voorzien van nieuwe informatie, zodat het past bij deze tijd. Jullie horen en of zien nieuwe beelden van mij, maar ook oude beelden en dat maakt het extra leuk. Na mijn betoog start de daadwerkelijke intro van deze video. Ik wens jullie voor nu alvast veel kijkplezier. Hallo allemaal, mijn naam is Dennis. In deze aflevering een nieuwe investeringsspelregel. Wat hebben we op dit moment gehad? Nummer 1, niet kopen op vrijdag, niet kopen net voor de ex-dividenddatum. We hebben gehad weinig cash op je brokersrekening laten staan en we hebben gehad dat je je winsten moet programmeren. Nou, nu komt nummer 5 en nummer 5 is limiteer je maximale koopbedrag per periode. Nou, wat betekent dat? Iedereen heeft een bepaald budget om te investeren. De ene die kan per dag nieuwe investeringen doen en de andere per week of per maand als er bijvoorbeeld weer een salaris is binnengekomen. Waar je je op moet limiteren is dat je in zo'n periode maar één keer een positie aankoopt en dan is het klaar. Je kan ongelimiteerd verkopen, maar je koopt maar één positie per periode. Nou, laat ik dit eens verplaatsen naar bijvoorbeeld een dag. Stel, je hebt genoeg centen en je kan per dag iets kopen. En dan zeg je bijvoorbeeld even een denkbeeldig bedrag. Je hebt 1000 euro ter beschikking om iedere dag iets te kopen. Hou het dan ook bij één aankoop per dag. Zeker als je een beginner bent. Want zeker als de beurs groen is, wat mensen dan wel eens doen, dan verkopen ze heel veel posities, dan is er weer extra cash en dan gaan ze weer nieuwe posities aankopen. Maar doe dat niet. Beste mensen, ik onderbreek even deze aflevering. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Geef deze video een like. Dat motiveert mij nog meer om content voor jullie te maken. Alvast bedankt. Als beginnend belegger is het verstandig dat je jezelf vastketent aan allemaal spelregels. En één daarvan is deze, dus maximaal één aankoop. Nou, hoe moet je die aankoop zien als je bijvoorbeeld voor 1000 euro een positie koopt? Een aandeel kost bijvoorbeeld 20 euro per stuk. Dan koop je dus voor die 1000 euro alleen maar dit aandeel. Dus dat zouden ongeveer 50 aandelen kunnen zijn. Dat is dan je positie. En daarmee is het klaar. En je kan al je posities verkopen, dat maakt niet uit. Soms kan de beurs zo groen zijn, dan gooi je er alles uit. En dan heb je bijna niets meer over. Maar that's it. Ga niet meer bijkopen om jezelf te beschermen. Nou, hier wil ik het bij laten. Ik wens jullie veel wijsheid en gezondheid toe. En ik zie jullie in de volgende aflevering. Doei doei!